Zal we even kijken? Wacht nou eventjes. Waar moet dit nou weer op wachten? Ik moet eerst die tafel nog even schoonmaken. Dat vindt ze het altijd wel gezegd. Ja, we hebben de vorige keer kreeg ik ook commentaar. Even wachten hoor. Weet je nog waar je commentaar op kreeg? Ja, dat er nog krummels op lagen. Ja, krummels en op dat bekje. Nou, kijk eens. Dan kan iemand dat wegsnoeien op de koffie. Alsjeblieft. Zie je dat is Mary. Mary van de stoomploog. Dat hebben jullie. Stoomploog. Een stoomploog. Ja. Zo groot weet je niet. Armen? Ja, een beetje laat, hè? Ja, het is een beetje laat. Ja. We zijn op de schoenen gestopt, dus ik heb de klompen maar opgezocht en aan de drukken. Waarom hebben ze dat? Ja, weet je dat je. Ze moeten jou ook aan hebben. Ze binnen aan kleren en dan. Het hele huis is mee. Ja, dat weet je. Als ze nou wat kleren binnen, dan krijg je op een gegeven moment de hooizel erop. Dat kan je het fijner dan. Ja. Ja, dat geloof ik al zijn leven. Nou? Weinig nieuws in de krant. Weinig? Nou, er is weer zat gebeurd. Fonds die hebben ze ook al gesteld als burgemeester. Nou, oh ja, dat is ja, nou officieel. De laatste keer dat we het erover hadden, hadden ze het al besproken in een geheime vergadering. Ja. Die heet toch Jem? Heet toch Fons, man? Oh, ik dacht, heet toch Jem? Heet toch Fons? Die man die ligt waar die wil je gewoon met oom meuzen. Kijk, hij steekt op een foto van zijn mens. Ja. Nou, hij zegt goed. Keffertje steekt er ook naar mij, hoor. Keffertje steekt vooral. Je zou een haast denken dat Fons, kijk, Fons die steekt in het hoekje. En Keffertje steekt met zijn brede borst vooral. Hij heeft ook nog zo'n couchetje, dat weet je wel. Ja, dat is gewoon de koning van Derk, nee? Ja, de onderkoning van Derk, ja. Nou, zal ik je wat vertellen over Keffertje? Ja. Keffertje deed wel zijn eigen bedreigd. Bedreigd? Ja. Wat gebeurt dan? Wat is er gebeurd? Nou, dat zal ik je vertellen. Kijk, je kent de voetbalclub Huizen, toch? Ja, natuurlijk. Ja. Kijk, Huizen. Huizen die zit een beetje krap in zijn centen. Die moeten nog een heleboel centen bevrom betalen aan de gemeente. Ja. Maar Keffertje zei het van ja. Jullie betalen aan die voetballers veel te veel geld. Je geeft met een paar trainen leger voetballen. En dan kan je lui ons beter grond betalen. Die man weet totaal niet wat topvoetbal is. Nee, kijk, ik geloof het ook niet. Maar dat ook niet, want dat is ja, voor de arme mensen. Hè, en dat is niet zo. Ja, nou, dat is al ik je nog wat over zeggen. Even tussen u. Het is 5 uur en is de 5 in de klok zit. Ja, ja. Moest er een slokje komen? Dan is het tijd. Hey! Nou, hoe zit het? Dop en dop en dop. Wat haal je naar de deur? Ik heb de glazen gelaten. Ik heb de deuren gesopt. Ja. Ik heb de kleien geklopt. Oh. Ik ben dood en dood. Weet je wat het is? Je zweet, ja. Dus ik mag even blijven zitten, of hoe zit dat? Nou, het is 5 voor een slukkie, joh. Het is 5 uur, 5 is zelf al misschien drinken, want dan moet je een nou, droom, moet je een slukkie? Ik denk dat een slukkie, ja, natuurlijk, een beetje dunnigheid. Dat er twee echt aan elkaar is. Ja, het bloed moet dun blijven. Maar nou even nog wat achter over kippen, wij zijn wij. Ja, oh ja. Ja, maar dan ben je al lang niet kleren op het. Kijk, Keffertje, omdat hij zijn eigen bedrijf zit. En omdat hij helemaal verhaal natuurlijk weer. Zo! Nou, geen maar deur. Ja, dat is goed. Ik schenk al in. De werkste drinkt op dat drankje. Maar ik heb heel erg een foto waar ik blijf houden. Ja, dat is goed. Hij lijst van je kiezen of zo. Wat? Nou, dat meestal neem jij een borrel als je lijst van je kiezen neemt. Nee, dat nou. Je er niet in struikelt of zo? Nou, een glaasje. Dan zit je te kermen, drinken daar. Dat ben een Haagse borrels. Moet je nog eens kijken, zo'n minister eigenlijk. Ja, dan krijg je hem daar maar zwaaien. Als je de onderkeuring in mijn eigen krijgt. Zo, zo. Ja, zo hoor. Kijk, zo moet er mee blijven. Zo goed. Ja, dankjewel. Kom erop. Nou, kom zo, lekker hoor.
daar niet zo lekker. Maar we wijzen nog steeds met kef. Ja. Maar veel hebben we recht. Er wijzen twee supporters. Dat binnen mensen die de club steunen, die altijd langer het lijntje lopen. En die hadden een meldenspreuk. Wij hadden een zijteugel. Jij met jouw vervelende praat. Jij maakt onze hele club kapot. 500 een beetje hoger op. Ja, wat voor een jaar of 10 grond binnen ze 2 keer landskampioen geweest. Hebben ze daar toch op de keer te zitten. Kijk, ik ben wel voor de zuid hoor. Oh ja, joh. Ja, ik ben voor de zuid. Nee, en ik vind het toch een kwestie stage. Dat ze huizen, het daar hebben ze toch een beetje op die grote zitten. Huizen dus. Ja, dat heeft hij het over door je oor. Nou ja, nou, hij zit maar over Zuid-Holland. Ja, nee, een huizen natuurlijk. Maar goed, Kiffer wil dat voorkomen. Die wil het liefst dat ze in de vijfde klas toch in. Ja. Nou, dan krijg je... Maar wat vindt hij daar dan beter van? Nee, hij vindt dat huizen die centen moet front betalen, wat ze nog wat een gemeente nou, kan toch. Het is toch een oude zaak? Ja, natuurlijk. Maar wat maken ze er eigenlijk toch druk over? Heel Europa, in heel Europa, er steen cent vanuit van het derp. In Italië steent er 2 miljoen. In Oostenrijk steent er 4 miljoen. In Frankrijk steent er 6 miljoen. Dat is even cent verzet. Wat loopt hij eigenlijk te zeven? Had je nou maar zeven een mottertje? Zijn man is gewoon verveeld. Het wordt tijd dat hij de politiek uitdeed. Werkelijk ja, waar. Dat krijg je dan weer van. Nou, ja, dat is het Thomas. Dat is jij niet makkelijk klaar, dat weet je. Die dreigt altijd, die maakt een pirouette. Ga trouwens nog even naar zien met de kijkers, die zit hier op het eindje. Ja. Op de eindbord. Ja, die heeft ze ook weer geopend. Vorig jaar was ze er ook. Vorig jaar had ze ben jij nog weer eens schiezerijen? Ja, dat is een kromme poot van mij zeker. Ben jij dat? Ook niet? Hij die schiezen onderuit van Charles? Hij hebben net een prikslie. Hij hebben net een prikslie. Ze moesten een slepen worden, maar ja. Die zijn natuurlijk, hè? Nee. Nee, dat is gierig, hè? Dat weet hij. Hij doet enkel patiënten voor Barcelona. Kijk, hij is geen bundigheid. Dat kost leuk. Ja. En wat is er dan belangrijker? Dunnerheid of ijzer. Maar ik weet het niet hoor, maar je doet nog net zo uit mijn ademie. Ja, maar ik heb het nodig voor mijn bloedsomloop. Ja, echt. De dokter net tegen mij zei, Taatje, Lammert, neem de gewoon 2 en je blijft gezond tot aan je honkerste toon. En zo is het. 2 achter elkaar, zegt hij. 2 achter elkaar. Ja, nooit. Tegen mij zegt hij dat ook. Oh. Hij zei dat hij op de vader was geweest. Nee, hè? Dus we maken er zo meteen een jazeker. Je moet je boel doen houden. Nou zal ik je er eens wat vertellen over jij niet maken klaar. Dat is wel een mooi verhaal. Wij hebben toch al die weken zitten praten over de kermis. Ja. 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 Het was eigenlijk al goedgekeurd ja. Dat ze bij het gemeentehuis zouden draaien. In één keer ging ze over de hele boel. Ja, ik heb nog een lezen in de blaadjes. Er is een wonderbeurt. Hoe kan dat toch? Ja, dat weet ik. Over draaien gesproken? Nou ja, ze draaien maar aan de hele. De mensen die wouden het niet. Nee, nee, nee niet ze wouden het niet. Maar Fons had alles zijt van deze. Ja. Stond vast. Stond in de kraan. Maar toen was hij nog geen. Nee, maar een week later stond erin, er is een wonderenbeurt. Ze hebben zo de boel omgedreven. Ja, nou, dat klopt. De kermis schiet weer in de haven toch? Nou, wat moet je die nou aan op de haven? Als ze komen, ja. Kiffertje het de zijt van, ja, dat is het evenemententerrein. Dat heeft een speciaal veranderlegen. Ja, dat is niet waar. Nee, dat is niet waar, want dat was een parkeerplakken. Die winnen op initiatief van Henri Meijdam, de vorige loco-burgemeester. Ja, want hij zat ook in de provincie. En Jaap Haas,
Nee, wij stappen in. Ja, want het is meer een hazenparkeerplak. Als jij nou zondagsmiddag zo binnen hier wel eens geweest, hè, dan kwam ik dus om op een auto, wat een klaar de jol, die had ik ook bij. En wat zat er hier langs de kant? Hazen. Ja, ik denk vijf. Nou, ja, paas, die heeft hier allemaal klein. Die zijn er alleen. En dan was die huisjes op die honden. Ja, huisjes op wielen, ja. Die steen erop, die hebben ze erop. Weer hier op die parkeerplak? Oh ja, ja, dat is waar. Oh, je bedoelt een woonwagen in de steen. Een soort woonwagen. Een soort woonwagen, ja. Ja, dat zijn ze allemaal maar goed. En daar, als ze daar boven. Dus die kennen we daar mijn. Maar ja, Haas, die had ook een tijd en zei van, nou, hij zegt, kijk, nou steert er nog niks, maar er steert heel veel te gebeuren hierop. Hij zegt, de hele parkeerplak te komt vol. Nou, ik heb het te zien. 7,5 van de parkeerplakken, die hebben ze alweer weggehaald. En die bouwen ze nou allemaal huisjes en dat rolt het heel op. Ja. Nou, ja, ik vind het centen vermorselen wat ze met de heren hebben. Als jij een appel steelt bij een groenteboer, nou dan krijg je nog een boete ook. Hij kan zomaar gemeenschapsgeld zomaar verkwanselen. Ja. Gek ja, weer dat. Werkelijk. Onze centen. Onze centen, ja. Nou, dat moet je maar zo ongeveer doen. Maar die haas is altijd een zijde van ja. Ik steek mijn kop naar boven het meerveld uit. Want Haas schiet hier af. Nou, hij moet er nog af. Hij rond over neer, denk ik. Koudelheid. Zitten te kwanselen. Maar ze weten het allemaal zo goed. Nee? Nou, ze weten het ook allemaal zo goed. De laatste keer, dat weet je zelf wel, hebben we teugen over bij het wapen van Huizen, is die ijsbaan begonnen. Ja. Nou, dat was toch leuk. Bij Isaac voor de deur. Ja. Isaac zei het al. Ik weet het. Kijk, Isaac Koos, dat ging niet. Het staat hierop. Ja, het is hierop. Ja. Het is verkondigd? Nee, kijk dan. Ja, kijk. We binnen huizen onder elkaar. En ik wil eerlijk zeggen, we kunnen ook of het ook een beetje knieperig weet. Dat is waar. Ja. En dan zeggen we, ja, we gaan het uit hier halen. Dat kost zin. Leten we dat thuis bij de honden, dan houden we toch nog een daal in onze zak. Ja. Zo heet dat. Zo heet dat inderdaad. Maar, nou, Art, jij niet bakken klein. Stij heeft de boel weer geopend hierom. Ja. Wat die binnen de woorden van jij niet bakken klein? Nou. Ja. Ze zei, het is een geweldige locatie hierom. Geweldig. Zo hoort het feesten horen in het dorp. Want op de haven hoort het uit dat veel te veel van het dorp. Nou, als je nou een feest wil op het Koninginnedag en je wil een kermis en een groot feest, alles bij elkaar. Maar dat kan niet. Nee, dat kan niet. Dit onze over. Dan breng ik weer eens de teugen. Weet ik het wat er aan op teugen is. Die mensen binnen de teugen. Iedereen is de teugen. De duvel en zijn oude boer is de teugen. Ja, het is gewoon verschrikkelijk. Nou, schiet op, dan kan ik nog een kelk insteken. Want ja, ik heb het niet. Moet je borstkoppen doen? Als je eten wil, moet ik nog even borstkoppen. Ik ga dan gelijk eens bij de zitterlijst halen, een paar heerlijke lijns in toch duidelijk. Dat is ook lekker hoor. Zo, alsjeblieft. Jongens, ik geef veden. Ik geef niet veden hoor. Nou. Ik neem er niemand als iets verlegen. Dat zeg ik al, je lui kennende. Waar zet je dan neer? Dat zeg ik nou. Kan dan er nog op schreeuwen? Nee. Nou, dat maar weer. Het is overal hetzelfde toch. Hé. Drink in de man, de wijsheid in de kant. Ga jij nog wat voor aardige dingen aan lezen? Nou ja, ik was net begonnen. Maar... Nou, vertel jij mij eens wat. Ja, ik zie hier wel die oude foto's van oude huizen in beeld. Ja, nou, hier ook. Oude voetbalelftal van huizen. Meer is er nou dan nog? Het is weinig. Nee, er zit weinig thuis. Nou. Kijk, oh, nou, we stelen hem in de krant. Ja, we stelen hem in de krant. We hebben meneer Lambert, onze Lambert in de krant. Weet je wat ik mis vanavond? Nee. Dan zouden vanavond wat gasten van de politiek hier wezen. Ja? Ja. Nee, dat maar kan hij. Nee, dat kan hij, want die heeft een vergadering. Vergadering? Ja. Waar hebben ze het over?
Ja, heet dat? Cultuur heet dat, geloof ik. Daar binnen wij. Ja. Hij dat? Daar binnen wij. Wij binnen cultuur. Ja. Wat ben jij dan? Een beetje boerencultuur, hè? Cultuur is cultuur. Zouden ze ons subsidie geven? Zouden wij wat uit dat potje van die 70 miljoen krijgen? Nou, dan kunnen we een extra slukking nemen. Ja. Nou, nee, het verkeerd. We zouden ze onderlijk die maken eens even ropen, want ik denk dat ze die erover aan wat vergaderen binnen. Ja, wij zitten goed. Ja, ze zitten er allemaal. Wij hebben er dan bij moeten wezen eigenlijk, maar ja. Dan hadden ze. Kijk, ja, wat zie ik hier op? We hebben er nou wel op, meisje. Ja. Nee hoor, wat mijn kinderen dan niet hebben? Nou, ik moet eerlijk zeggen, die oude, die was van 1816. Dan moet je trots op wezen. Ja, ik ben er ook wel trots op. En natuurlijk. Maar kijk, er binnen ook geen huizen mensen die meer in de dracht lossen. Ja, voor een flauwekulletje en een niemandalletje. Dat doen ze dan ook. Dan lossen een mens in blauw met een paar plastic nummers. Nou, ja. Prima. Dat geldt wel heel. Dat is toch niet meer. Ja. Huh? Ja. Ze vinden natuurlijk op het gemeentehuis dat je een beetje moderner moet worden. Ja, ze zijn nog meer op het gemeentehuis. Je mag er bij Hilversum mee komen. Nou, dat is helemaal. Nou, dat is toch helemaal. Dat vijf is verschrikkelijk. Ik heb dat van de week in de Gooien Ommelang te lezen. Die burgemeester van Hilversum, Breurtjes heet die man. Die heeft alle burgemeesters van heel Gooien Ommelang. Heeft die bij zijn eigen uitgenooid. En daar heeft hij zitten vertellen van. Wij moeten grond Gooiland worden. Zo, wat hij dat zegt. Dat moet hij zeggen. Gewoon een heidevaart? Ja, hij kan makkelijk praten natuurlijk. Dat hele failliete zeutje daar in Hilversum, want wij hebben wat een stem te verkwanselen. Want hier hadden ze volgens mij, ik denk wel 10 Jaap Hazen. Nou, dat is een mazeleger. Ja, mazeleger. Ja. Maar, nou, nee, maar dan alles op. Maar wat zijn onze nijmen? Volgens wil ook niet praten. Nee, vind dat ook wel interessant. Ja, nou, ik vind dat die meid van Gep van Eijk tot Heer, die moet weer in het geweer. Want dat kan het. Nee, dat kan niet. Kijk, dat is de eerlijke partij, dorpsbelangen. Ja, het dorp. Die dat verdedigt. Dat kan hij. In de nijmen, hè? Nou ja, dat er binnen meerdere, maar als je nou de partij, die Hoeltje is, heet die Hoeltje, heet die wel, van de Partij van de Arbeid. Nou, geen huizen. Nee, nou ja, daarom praat hij ook maar nou, net wat net is een verstand. En die wil ook zonder hele zuiver kwanselen. Nou, dat kan wij. Maar ik snap het niet, want er binnen hun toch geen meer nodig. Dat hebben ze nog niet in de gaten. Nee, dat hebben ze nog niet in de gaten. Nou ja, dan krijgen ze een uitkering natuurlijk. Ja, ja. Nou, en die binnen zijn zo mis voor. Nou, Nol van der Helm, die hij ook nog. Van Leefbare Huizen. Nou, Nol die is er meer druk aan dan Spanje. Dat komt dus een mens. Ja, hij heeft een Spaans mens. Ja. Hij heeft een huis in Spanje. En wat denk je wat Nol wil doen? Een heel Holwijk bouwen weer ergens bij Granada. En dat een speciale wijk wordt voor oude huizers. Dus nou, je lui die je zit, die kan allemaal die granalen. Mooi, maar toch niet. Mooi is het. Ja. Ik weet het, maar. Die is niet druk bij derven. Maar druk aan derp is die niet. Nee, dat is toch raar. Diegene van mij, dat moet je helemaal nog interviewen. Nou, dol. Als ik krijg overtoog, ja, ik vind het niet kwaad. Je kan een beste slukking moeten drinken, maar of het ook krijg ik kromme tegen van die man. Ja, hij heeft toch een keer bij die, dat voetbalclub, die AH78, ja. Die een reclamebord ophouden. Ja, hij zou die club wel drie steunen. Maar kijk, van de gemeente hier, maar AH78, maar één dag in de week moet reclamebord steken. Ja. Dit is dom natuurlijk wel. Kijk, hij had in die tussentijd had hij de krant al, een fotootje van dom, een 30 leefbare huizen steunt. Ja.
Maar toen puntje met paaltje kwam, toen het op betalen kwam. Toen werd Lon naar thuis, want hij zei het mij, ik zeg, ik wil wel betalen. Hij heeft een hele week al weg. Toen hebben ze de heren gezegd, ja, jouw vrienden zeggen van, mag maar één zaterdag. En hij heeft zijn centen nodig in Spanje. Ja, voor dat Bolwijkje. Voor dat Bolwijkje. Ja. Dat Bolwijkje. Nou, dat denk ik wel. In crisistijd kan je toch uitproberen natuurlijk. En de Rabobank die geeft je meer. Nee, dan is het net zoiets als hier een kermisterrein natuurlijk. Kijk. Kring. Oh, wil die dat maken? Ja, dat wil die maken, ja. Nou. Eef! Wat is de taartje? Nou, ze binnen leeg. Dus? Ja, nog even eentje, want we hebben net gehoord dat wij nog een beetje vergoeding krijgen van de cultuurpromotie van een dap. Van mij alleen? Nog eentje. Tjoh, maar dat is echt een list, hè? Echt hoor? Dat is een list. Maar jij zal wel wat is. Ja, ik heb echt een oude kleren, ik had koude bieren. Oh. Je werkt bij koude bieren. Ben jij dan ook nog familie van Adel van Gouwenbeer? Nee, ja, oh. Nou, dan dacht ik dat je familie van Adel van Gouwenbeer was. Ja, nee, ik heb ook geen van Gouwenbeer. Wij gaan mijn buurvrouw erover. Oh ja, ja? Ja, die brei die weet dat ook toch. Ze wonen wel de hele dus erin. Ja, pak bij Jan Brei. Lekkere worsten had hij dat. Ja, 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 van een pen. Hij zit vroeger bij opa was. Hij zei het altijd dat je, hij zei, Betje, jij ging gauw. Want toen leunde hij wel een beetje, maar toch een kleine jongen was, hè. Dat ben je toch in? Ja, ik ben van klaar, nee. Hij zei, jij moet even een Jan Bruijt dan. Dan moet je even een grote leven, een hele leven worstbakken. Nou, dat was lekker, hè. Het beste van het werk. Eigenlijk hadden we nou ook wel een stukje leven worst erbij kunnen. Heb je wij opgegeven? Nou, dat is mooi. Dat is mooi. Toon kan ik het niet zeggen, maar wel eens. Ik denk dat we het bederf liggen. Ja, dat is toch verschrikkelijk. Het is over. Nou. Weet je wat ik geloof? Een lukkie trekken in een slukkie? Ja, zou mij toch niet bezig. Weet je wat ik geloof moet eten? Geen idee. Boerenkool. Oh heren, dan moet je net een beetje in de boerenkool bij. Nee, maar dat is wel lekker. Dat is lekker, hè? Ja, dat vind ik lekker. Zudderlappie erbij. Ja. Lekker hoor. Zo'n lekker eitje vlees. Ik neem er nog even gauw een slok. En dan geven we maar eens op daar een pijl. Dacht ik ook. Nee, ik dan. Ik kan er wel zitten, maar... We gaan over het paardje niet. Zo van de Langerstreet, zo in de 25. Komt zo bij de deur van jou van mammetje. Ja, dan denk ik dat je nog een heel extra voor het eet. Ja, dat zie je. Ja, dat wel. Nee.